wijsheden. Spreekwoorden of gezegdes die ertoe dienden om de mensheid op iets te wijzen. Maar de grote vraag is natuurlijk of die spreuken anno 2012 nog wel kloppen. Dat gaan we checken. En de eerste wijsheid die we op de proef stellen is... Men kan geen ijzer met handen breken. Wat betekent dat? Dat iets wat boven onze macht ligt, dat je dat niet kan doen. Maar de vraag is of de basis van dit spreekwoord klopt. En dat wil ik graag met jullie testen. Okay. Ik heb een container en ik heb een oude fiets. Mm-hmm. En die oude fiets moet in de container. Okay. Alleen met je handen. Okay. Moet lukken. Allemaal proberen. Ja? 3, 2, 1. Die spaken. Maar snap je waar ik naartoe wil? Ja, en dit kan je toch ook wel een beetje eraf breken? Ik ga het ook niet. Is dat geen plastic? Nee, dat is ijzer, hè? Nee, dat is ijzer. Ja, dan weer terug. Zal ik even mee helpen? Ja. Gewoon hier voor IT tegenhouden. Ja. Ja, yo. Heel duidelijk. Die sleutel zou je wel kunnen breken. Wij zijn niet in staat om hier überhaupt wat ijzer te breken op deze fiets. Nee. Maar dat kan ook wel te maken hebben met onze kracht. Ja. En daarom heb ik even iemand gevraagd om ons een handje te helpen. En niet zomaar iemand. Dit is Wout Zijlstra. Hij is voormalig sterkste man van Nederland. Dus ja, als iemand het zou moeten kunnen, dan ben jij het. Gaat het jou lukken om met handen ijzer te breken? Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik ga het zeker even proberen. Oké, okay. En wij gaan zeker even kijken. Okay. Okay. Yes! Zelfs dat lukt ons gewoon niet. Nee. Tjoe, hij fout gewoon het wieldubbel. Nee! Hij moet eigenlijk even slagleider, hè? Hij moet in die container eigenlijk. Hier. Oh. Hij past zelfs, hè? Nou ja. Bijna de container, zou ik zeggen. Nou, wij zijn zonder meer diep onder de indruk. Mm-hmm. Maar het spreekwoord luidt, men kan geen ijzer met handen breken. Mm-hmm. Je hebt het wel verbogen, serieus verbogen, ja. Maar niet gebroken. Kortom, dit spreekwoord klopt. I'll be back.